Ja. Wij gaan naar een kerstfeest. Van ons moeken. Ja, het moet ook gedrust worden. Ja, joepie. Dus omdat we daar met veel zijn. Hoeveel zijn we daar? Veel. Met 10 zijn we daar. Nee, 11. Dat is toch. We zijn er met... Meer. Wij zijn alleen maar met 6. Oh ja. Ik had... Marie en Louise weet dat. 12. 13. Ja, dat is om toch. Om precies te zijn. En dus ja, het is kerstfeest. En elk jaar is het echt... Dat is echt gewoon de leukste... feest dat er dan is. Ik heb dit jaar nog geen kerstfeest genoemd. Nee, ik ook niet. Kut, hè? Niemand heeft dat. Ja. TikTok ook, hè? Ik voel de kerstvibe van dit jaar niet eens wat. Komt dat er voorbij? Ja, maar ik heb dat ook. En dus, ja. Vandaar dat ik nu vandaag film. Ben je trouwens met mama? Alle decoratie hangt er nog. Al die slingers hier en zo. Wel leuk. En de 43. Met de slappe 4. Die 4 is echt gewoon slap. En dan zie je die 3 compleet opgeblazen. Nog geen centiliter lucht verloren. En hier deze ballon nog opgeblazen. De rest heeft Nestle kapot gebeten. Waar zijn trouwens die toeters? Heeft mama die weggesmeten? Ik zie hier al 3 dagen lang, terwijl het feest gedaan is, met de toeters bezig. Oh, ik zie hier nog één liggen en een ballon. Hoe werkt dit ding? Oei. Ah, waarmee ben ik aan het filmen? Fortnite! Wat is dit? Ik ga ook maar gaan zo dragen. Dat is veel kutter. Ja, het is goed. Oei, dit is uitgevallen. Ah, nee, toch niet. Hé, hey, Nestel. Nestel is aan het wachten voor Sari, die komt. Nee, die is al gewoon aan het wachten voor mama, want die heeft geen idee dat Sari komt. Dat is cute. Nou, kut, die deur is vast. Mooi sleutel, hoor. Mee. Ja, daarom zeg ik het. Het is middag hoor. Het is geen 11 uur 's avonds. Hey! Ga maar kijken! Ga zo staan! Ja! Ga maar kijken! Nee, niks gaan, dus Nestle gaat gewoon voorbij staan. Kijk, ik heb een hele leuke kerstdrui gedaan. We hebben zo allemaal een kerstdrui gekregen. Ik heb zo'n. Kijk, ik zit op een bus. Ik heb een... Het is moeilijk te zien waar het beeld staat. Ik heb een bus. Waar staan je hier? Let it snow. Let it snow. En het is lekker zacht. Iedereen heeft zo'n kerstdrui gekregen. Ik heb ook kerstsokken. Dat is ook wel leuk. En Nestle. Ik heb Nestle voor zo'n t-shirtje aan. Dat is wel leuk. Het moet wel een feestelijk t-shirt zijn. Ja, maar dat vond ik niet. Ik heb een wit. Oh, die kerstraapje uit. Ja, hij heeft geen kerstraam. Ik ken iets van Sarah, dus dat is een donkerblauw. Oké. Okay. Kijk, wat voor kerstraap jij aan? Merry Christmas. Met zo'n bonnetje. Je paard is zacht. En ho 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 sokken. Ik heb leuke sokken aan. Dit ben ik, mijn bril. Ja. Wat heb jij aan van trui? Rendier. Rendier. Hey, ik moet zo met zo'n ik moet daar Rudolf de neus.
En ook nog kerstsokken. Dat is wel leuk. Hey, Jus. Eentje maar kiezen. Ja. Eentje. Eentje. Ja, ja. Believe it or not, maar we gaan een nieuwsbrief schrijven. Amber is al bezig. Doe een papiertje kiezen. Kijk, hier liggen er ook, hè. Hier staat alleen maar hetzelfde. Maar, maar daar kun je toch niet... Oh. Ja, de achterkant. De achterkanten, hier moet je niet op schrijven. Dat is cool. Hoogie! Ik heb heel armbandjes aan de voetjes. Wat gaan we pakken? Ik denk, wacht hè. Ik had er in het begin eentje gezien, dat is een tweedezelfde. Ja, dat is het. Staat hier nu? Hier, deze. Er is ook zo van deze zolen. Nee, deze heeft zo goud, gouden shiny ding. Wacht, ik heb niet deze. Oeh. Recht tegen de camera. Zo mooi. Oké, okay, laten we nu een brief gaan zoeken en schrijven met je handen. Stop. Flap! Hij is gewoon draaien, hoor. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Dat druppelt overal. Mooie bloemen wel. Ik heb het. Ja, ik hè? Wel. Ik zit hier. Oké. Okay. Kijk, papa heeft lol op die auto geschreven. Papa, ja? Ik wist niet dat jij wist wat lol betekende. Lol? Lol. Ja. Gaan we. Here we go. Slaat aan dat tutertje. Kom ik daar zo binnen. Maar dat ding, dat is echt luid. Maar dat is afgebroken, dat rolletje. Oh, oké. Oh, jezus. Sekondje. Wat zit daar? Aan mijn lens op. Oké. Nesto. Oké. Nesto. Direct naar Fokke waarschijnlijk. Ja, kijk, hop, weg. Oké. Okay. Kijk eens. Ojo. Dat is een raar gourmetplaat. Papa. Papa. Pa. Pa. Dat is een kei rare gourmetplaat. Dat is een tippenjak. Oh. Oh. Tippenjak. Tippenjak. Ja. Hoeveel pakjes liggen er onder de boom? 69 zijn. Ja, een Steven moet nog komen. Maar straks in de avond. In de avond? Ja, pakjes. Dan laat ik u nummer 10 open en vanaf het draaien begint. Oké. Okay. Dat is helemaal niet gedaan. Vorig jaar ook. Die kerstboom blijft ook nog altijd mooi, hè? Nee, tot nu toe. Holy shit, tot nu toe. 69 pakjes. Misschien kunnen we dat in de avond. Steven moet nog komen. Die gaat al er ook een stuk of 30 mee of mee pakken. Veel. Misschien. Dat is best wel, hè? Hallo. Oké. Hallo. Gewoon die mand, holy shit. Er zit echt heel veel in. Oh,
dat is toch. Dat is elk jaar een ruzie wie dat pakjes gaan zoeken. Ja, dan moet trekken we daar een nummer en daar staat overal nummers op die pakjes en dan gaan we dat zoeken en dan ja. Het is altijd ruzie voor wie het mag zoeken, hè. Zit de beste. Eén, hè? Hoeveel? Dat is veel mooier als je dat die man doet. Een beetje zoeken. Ja. Inderdaad. Breekbare dingen. Breekbare dingen. Breekbare dingen? Oei, dat mag Marie niet zoeken. Dat is wel Amber. Ah, dat is de naam van wie het gekocht heeft. Oké. Oké. Nummer 1 van de, hoeveel zijn het? 98? 98. Nummer 1 van de 98 wordt geopend. Ja. Ah. Wij schoppen vlees. Nee, dat is wat is het? Oh, dankjewel. Wat staat daar eigenlijk Amber dan op? Ah, wel om de Amber aan te geven, haar klemmen. Oh ja. Dankjewel. Ik zou eens de was gaan maken. De was. De schampie staan op het menu. En nog allemaal. Ik ben fucking genoeg. Maar iedereen heeft dus een naam getrokken en voor die moeten dan kopen. En er is zoals Amp op het pakketje van Amber en die moest het voor Sarah kopen. Ik heb Steven. Hey. Dat niet. Ik was aan het zeggen wie ik het getrokken had tegen de camera. Ah. Tegen de mensen. Ja, je gaat dat toch niet allemaal niet op tikken zetten, hè? Jawel. Hoe dat niet, hè? Dat is kijkgezellig. Hey, Lee. Dat is gewoon. Boven nummers. Dat is links. Links. Ah, rechts. Gedesoriënteerd. Krijgen. Ik was er, hè? Oh, dat is allemaal niet. Nee, dat doen we niet. Nee. Waar zou ik het doorvinden aan hem, hè? Nou ja, wat zit erin? Ik weet zoals ze mij wat gevraagd hebben. Oh ja, dat is heel goed. Ik weet zelfs meer wat ik gevraagd heb. Scharen. Allee, dat is hier. Drie scharen, hoor joh. De maan was aan het gesmeed. Hoe erbij? Marie. Wat is een saar? Ja, LVB. Ons Laurens, krijg je gekocht voor? Ja. Oh. Zie jij hem maken, Wabon? Ja. Ik geloof ze beter direct dadelijk. Was dat triest? Ja. Ik denk dat wel. Hoe dat? Ik heb het laatste. Dank je wel, hè. Dat is voor een verjaardag, hè. Oh, ja. Als het schoon, hè. Ik weet het niet, hè. Ja. Dat is wel schoon. Dat is een man. Nee, dat is ze.
Nu met die lopen strekken. Ah ja, nu ben ik nu weer. Als je nog niet te werken krijgt, dan doe je deze al, hè? Wat goed dat je het aan het stinkt al, hè? Ja, dan moet je het al wassen. Dat was Katrien. Wow, ik heb een kerst gegeven gedaan. We doen dat wel, hè. Valt wel mee. Ik hoop dat niet past. Ik hoop dat ik een kerstje. Ik kreeg een kerstje. Deze. Ik zag hem zitten en ik dacht, dat is een goeie. 75. Dat is rechts. Dat is ook ergens. 75, dat is 84. 76. 71, 74, 74. Nee, 74, 76. 75 is nergens te bekennen. Dat is weer zo typisch, hè? Dat hebben we elk jaar voor. Ah, hier. Ah. Wie is dat? Oh, nee, dit niet. Nee, dit niet. Ik moest voor u komen. Oh, moet je niet waar zeggen? Ja. Allee, dus hier voor ik. Alsjeblieft. Oh, dat mag niet, hè. Ja, zo. Ik heb hem gekust, hè. Ik heb hem zo gedaan, hè. Ja. Daar zit een corona in tussen, zoals ze aan zit, hè. Ja, ze is negatief getest, hè. Ja, ze is negatief. Maar we weten dat nog niet, hè. Wat is dat? Het zit nog in de doos. Ik probeer het gewoon te draaien, toch? Wie was dat? Dat denk ik wel. Wie gooide dit aan mij? Nu weet hij hier. Oh. Dat zit zo nog in die doos. Dat zijn ze. Ja. Echt. Hier. Ben je bezig? Ja. Hier. Ja. Hier. 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 Wat is dat? Chips. Wat is dat? Dat is wel die mix. Voilà. Chips. Wat zeg je dan? Lekker. Oh, mijn lievelingssoep. Chinese soep. Het is elk jaar een traditie dat tomatensoep met balkjes is, maar nu dus van die Chinese soep. Goeie soep content. Top soep. Content. Sop toep. Top soep content. Super content. Super content. Ja. Chinese kipsoep. Hoor je hem naar trekken? Jawel. Ga je wachten aan lopen? Nee. Lekker, hè? Wat? Ja, als het is. Oh, ga. Ja, ik zit op de troon. Nee. Het belangrijkste is dat het dichter bij het brood zit. Ja, vind ik altijd belangrijk. En met Pasen is er altijd paasontbijt. Paasontbijt met eieren, hè. Steven, Steven. Lekker. Jawel, hier gaat Steven. Nee. Dit is sowieso al veel en er zit nog keiveel in die mand en onder dat, dus... Als je dat allemaal zou uitlaten, zou er nog veel meer zijn. Misschien zijn dat gewoon allemaal kleine pakjes. Ja, dat kan ook. Maar dat is ook, dat lijkt dan nog meer, hè. Als het allemaal van die grote pakken zijn, dan is er niet zoveel. Ik heb al soep. Eén keiveel.
kei groot was. Zou jij dat dan het liefst hebben? Ja, tuurlijk. Maar een kleinhuis kan ook wel iets leuks zijn. Ik wil graag een ronde puzzel. Ronde puzzel. Ja, Ja, want het is gewoon al 2 dagen dat die kei moe is en die ligt er dan in de zetel. Mooi. Zieke flap. Dat is de 3e kraslot al. Dankjewel, ik heb echt geen idee wat dat nu zou zijn. Moet ik er een nep razen? Ja. Ik zou ook ze allemaal in elkaar. Zoomen. €1 Ah nee, laat maar. Dat zijn de winnende dingen. Ja. Dat is bij krabben of wat? Oh, zee krabben. Tuurlijk. Weet niks, ja. Kijk. Ah, nee? Wat is hier? Weet ik niet. Als je 3 keer hetzelfde hebt. Ah, oh. Een draak. Oh, oh. Zijn de allemaal te vreemd, denk ik. 3 verschillende nummers. Als je 3 dezelfde hebt. Daarna €4 Wat is pak je voor flapje, hoor. Kijk eens, wat is dat? Ja, als je... Wat pakken we dan? Zullen we zien, klap, wat er bij jou is? Hollebroodjes, bla! Wat is dat? Hollebroodjes, bla! Echt, mag die al een stukje? Wat mag die er al eentje? Lekker, hè? Mag die er al eentje? Pakken die maken al eentje. Dat is eentje geven. Ja. Hey. Lekker hè? Lekker. Ja, terug klaar wakker. Zie. Terug klaar wakker. Dan kun je zo scheuren met zo'n lijn. Ja. Kijk, hier zit zo'n scheurlijn. Hoe is dat? Is dat? Camille. Camille. Zuster? Camille. Camille. Ja, lekker hè. Oh. Ik kreeg 6 krasbiljetten en ik heb geen 1 keer prijs gehad. Geen 1 keer hè. Je lezen. 35. Er zijn toch al heel wat pakjes weg nu. Ja, was gefilmd dat. Ah, hier is het moment aangebroken. Mijn brief. Oh god. Papi. Ja, hoe nog, hè? Film jij even? Ja. Nu moet je niet. Ga het doen, lezen dan, of wat? Lezen we mij, ja. Oh, zeker. Oh, geven we straks.
We moeten de nieuwjaar geven strak af, hè, goed? Ja. 1, 2... Oh my god, jongens. Ik zie hier net editen. Kijk, dit beeld. Nee, gast. Ik had mijn camera aan papa gegeven, zodat hij kon filmen. Maar de camera stond nog op record, dus hij was al bezig met recorden. Maar papa dacht dat dat niet zo was, dus hij drukte op record. Valt die scheidcamera uit? Nee, het is geen scheidcamera, maar ja. Nee, weer opnieuw. Dat is niet goed. Dus dan stopt die camera met filmen. Op dit moment hier. Serieus, hè, gast? Zie je het editen? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ja, dus als het wel een cringy nieuwjaarbrief, maar ja, wat vind dat dan nodig om die camera nog even te stoppen ook. Ja. Dat stuk staat er dan niet in. Nieuwjaarbrief van Marie, denk ik. Mijn nicht staat er ook niet op. De nieuwjaarbrief van Kato, mijn andere nicht, die staat er denk ik wel op. Dat zal ik zo meteen eens even checken. Eerst even eten. Maar dus ja, nu door met de vlog. Nee! Eet. Hey pa. 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 Hallo, is jij aan de vuur? Droom proef hier, hè? Pa. 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 Hallo. Slim. Lekker. Ja. Lekker. 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 Ja. Ja. Ja? Ja. Oké. Liefste Peter, het is weer de tijd van het jaar om gezellig te feesten en lekker te eten bij elkaar. Vorig jaar hebben we Kerstmis niet zo goed kunnen vieren door COVID-19. Het is te hopen dat we Steven van Gucht en Mark van Ranst niet meer te veel hoeven zien. Ik wens voor het nieuwe jaar dat we vele feestjes samen mogen doen met lekker eten. Oei, dan worden we misschien wat te dik. Ach ja, daarvoor nemen we wel een tiende prik. Ik hoop dat je nog lang de hagen kan komen snoeien en dat je nog lang rijstbad maken kan, want niemand kan dat zo goed als jij. Je bent echt een topman. Ik ben zeer blij met zoals jij. Je bent echt een voorbeeld voor mij. Ik wens jou in het nieuwe jaar alleen maar het beste toe. I love you. Kusjes van je kapoen Kato. Oh. Zo zijn we. We shall see. Oh, het komt van mijn elleboog van de stoel af hier. Oh, nou. Nagels? Een kamel. Een kamel. Papa. Nagels. Yeah, dankjewel. Dat was nodig, papa. Ja. Dankjewel. Ja, want ze heeft al kabelkabels afgebroken. Ja, en die van mij. Die van mij ook. Ik zeg, waar is mijn kabel? Kijk, blokken op overschot. Had ik niet al 50 aan Lawrence gegeven? Hier ligt dat van Lawrence. Ja, dat is wel 50. Oh, je hebt wel gelijk. Oh ja. Wat zijn die 5? Wat? Adam, mijn zin. 50. Dat zit er nog in. Dat is een Papa.
Ja. Oké, dank je. Dan maak me een pasta. Hey, ik kan het wel. Is dan toch niet te laat. Oh. Hij gaat het gestuurd. Huh? Oh, hoi. Oh, oh, hey. Is dat? Papi. Ook nog allemaal vieren. Hey, I'm flying. Is this? What? The camera? What do you like about this? Everything. Everything. Oh, I'm really cool. I'm really cool. Ja, en liefste meegaan, welkom. Op deze gezellige dag wil ik je graag mijn tekstje voorlezen, als dat mag. Wat wil je graag dat ik je toewens, vroeg ik je vorige week. En nee, nee, het waren geen frietjes met steek. Je wilt graag goed kunnen slapen, zodat je niet de hele dag door gaat gapen. Dat wens ik je met heel mijn hart toe. Hopelijk ben je daardoor overdag niet te moe. Ook wens ik je een hele goede gezondheid. Niet voor even, maar voor altijd. Ik wens je de beste wensen voor het nieuwe jaar en hierbij is mijn briefje klaar. Kusjes, je kapoen Marie, hoeveel 1 januari 2022. Ja! Ja. Als die letter van schrijven doet. Nu! Papa moet een woord maken. Amai, dat zijn fucking veel letters. Ah ja, dat is true! Oh ja, succes! Hocus pocus. Echt hè? Erbij! Ik kan een beetje aan een keer. Erbij! Echt erbij, zo'n poes. Nee, ja, een cadeautje van Sarah, maar papa. Sarah had papa getrokken, dus. Soep maar! Hé, kom eens zien! Wat dat niet is. Zo zie je. Heksensoep. En een woordje zien, wat dat er allemaal zijn. Heksensoep. En je wou. Kerstmis. Kerstmis. Het is een schuil. Een schuil gaat altijd zo. Kerstschooltje. Soep. Dat is al wel gestart. Is dat het begin van het woord? Nee. Nee, niet dit. Oei. Poes. Papa. Kerstschootel. Poesschootel. Kerstschoep. Schap. Kerstsoep. Schap. Echt hè? Nee, kerstpoes. Dat is geen erg. Kerstpoes. Schok. Temper. Pegestump. Schot. Een schot. Oei, dat is een prachtig. Schot. Nee, schot. Nee. Steekschot of wat? Ja, is het, jongen. Een schot is wel. Speekschot. Schotspeeksel. Nee, dat is geen milk, joh. Wat krijg je nou van? Deze zus? Begint hem in, schok. Maar deze ook. Schoe. Schok misschien. Iets met schok. Schop. Ik weet het. Schos. Schop. Nee. Schos. Schoppen. Schop dan? Ja. Wacht hè. Schop. Steekschoep. Je hebt een steekschoep bij. Ja! Papa. Ik moet even naar papa naar de kelder gaan. Ja! Een steekschoep. Een schop. Een schoep. Schop. Schop. Maar dat is het origine, het officiële woord is schop. Maar schop? Ieder, ja, dat is schop, hè. Ja. Maar iedereen zegt gewoon schop. Oké. Een fokker. Maar even de oplader voor uw gsm, want mijn camera is plat. Huh? De oplader van uw gsm. Mijn camera is plat. Ah. En dat is dezelfde oplaadpoort. Dezelfde? Oh. Ja, dat is dezelfde oplaadpoort dus. Een schop. Oh, wauw. Ook nog zo helemaal versierd. Een schop. Ja. Ja. Dank u. Ja, hier. Ik heb het nodig. Een ticket pakken? Maar ik heb het nog. Allee, mami.
Alleen ik kan dat draaien, maar dan moet ik dat omdraaien, want dat is niet mooi. Kun jij dat wel draaien? Oké, dat is nummer 1 en wij gaan er ook nog een halen. Ik dacht dat we dat samen hadden, maar dus blijkbaar niet. Ik dacht dat ook. Dat is een stinkijs. Wat? Jullie kunnen... Wat zeg? Dat is een stinkende geis. Ah, stinkende geis. Albert! Oh ja, Marie. Wat is dat nu weer? Wat is dat? Kom maar even mee. Marie, pakje. Wat is dat? Dat mag je niet. Ah. Blijf zo. Vermaak de mensen even. Of veel Marie. Zijn jij gaan filmen? Ik weet het niet. Maar is dat aan het dollen? Ja, zij gaan filmen. Zie ik het in die video? Wat lekker. Mag ik naar daar gaan? Nee, nee. Oh, je moet eraf hier? Ja, en welke aan welke? Maar ik kan dat niet dragen, hè? Nee, ik zal dat pakken. Oh ja. Dankjewel. Moet je heb je de mensen vermaakt? Er zijn nog een paar dingen, spulletjes bij. Ik weet niet wat erin dat is allemaal niet. We gaan van 98 pakjes naar 104. We zijn 104 pakjes in plaats van 102 pakjes. Ja, amai. Wij zien dat af. We kunnen gebruiken. Hele week hebben ze een roze hebben, maar hier is je niet eens voor WhatsApp. WhatsApp is meestal voor Marie, hè? Nee, voor mij. Ik lust die graag. Ja. Marie de donkere. Is deze wel? Moet ik er zelfs van drinken? Nee? Nee. Dat is niet waar, ik heb gekeken, er zijn maar één. Kijk eens, dit heb ik gekregen, de hoofddingetjes, de rest was een krasbiljet. En zes krasbiljetten. En ik ben Lego Mario aan het maken. Ja. En ik heb ook nog chips mix gekregen. Harry Potter, de 8 films allemaal. Geweldig. Binnenkort te zien op Toxic Unboxings. En een nieuw gaming keyboard. Is dat aan de? Trust. Aan de staat boven wel een. De Avon. Ja, voor de rest weet ik echt niet. gaming mode, media keys, anti-ghost. Ze hebben hier verschillende lichtfuncties en zo op en dat geeft ook licht. Omdraaien. Top. Maar het kan nog zijn. Ik weet niet zeker, maar ik ga misschien, deze cadeau doen aan papa. Dat ga ik nog zien. En dan ga ik voor mijn eigen zo een ander keyboard kopen. Maar ik vind het kei mooi, hè. Het is echt amazing. Ik vind het super mooi. Ik heb drie matrassen. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. En dan komt nu de vaste outro. Dat was niet goed. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Tot de volgende keer en peace out!